Iedereen is wel eens verkouden. Maar als de klachten langer aanhouden dan 7 dagen, kan dit wijzen op een allergie. De oorzaak van de klachten is vaak blootstelling aan allergenen, zoals huisstofmeid, katten, honden en pollen van bomen en gras. Je kunt al klachten hebben als niezen, een snotneus, een verstopte neus en rode of jeukende ogen. Deze klachten kunnen leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid en een verminderde concentratie op school of werk. Het is daarom belangrijk om allergie serieus te nemen en goed te behandelen. Neusprays die steroïden bevatten kunnen je van deze klachten afhelpen. Deze animatie laat zien waar je op moet letten als je zo'n neuspray gebruikt. De toediening van een neuspray is eenvoudig. Schud allereerst een neuspray. Verwijder de beschermdop. Als je de neuspray voor de eerste keer gebruikt, druk deze dan in tot een fijne nevel verschijnt. Hoe vaak je dit moet doen, kan per neuspray verschillen. De neusspray is nu klaar voor gebruik. Snuit je neus. Buig je hoofd licht naar voren en plaats de punt van het flesje in je neus. Richt daarbij een beetje naar buiten. En spray. Hier zie je hoe de spray in je neusholte komt. Als je te hard inademt of je hoofd niet voorover buigt, kan de nevel in je keel komen. Probeer dit te voorkomen. Herhaal dit voor het andere neusgat. Buig je hoofd naar voren. Plaats de punt van het flesje in je neus, richt naar buiten en spray. Maak nagebruik de punt van de spray schoon en plaats het dopje terug. Voor een optimaal resultaat is het daarbij belangrijk dat je de neusspray volgens de gebruiksinstructie gebruikt. En pas stop met de behandeling na overleg met je arts. Wil je meer informatie over de soorten neusprijs en het behandelen van allergie? Bezoek dan de website allergiebehandelen.nl